Live vanuit het World Trade Center in Almere is dit De Tafel op 2 Kunst en Cultuur TV. Met muziek, mode, fotografie en dans uit Almere en omstreken. Shelle Meijers van de Dansacademie. Jij bent vandaag onze gast omdat we onder andere van jouw school het een en ander van dans gaan zien. Hoe lang ben jij al dansdocent? Ik denk nu 27 jaar. Ik ben begonnen toen ik 17 was en ik ben inmiddels 44, dus ik denk zo rond de 27 jaar. En hoeveel vrouwen ongeveer hebben van jou leren dansen? Ik denk, ik heb ongeveer 200 dansstudenten in mijn school. Maar met iedereen die gestopt is en begonnen is natuurlijk een heleboel alles bij elkaar. Ja. We kennen jou al wat langer, dus wij weten hoe het eruit ziet. Maar een van de eerste vragen toen ik aan Berdien zei van Shaila kon dansen met haar mensen, was hoe kom je nou toch op het idee om zo'n dansschool te starten? Waar begint zoiets? Nou, wat heel grappig is dat ik altijd heb gefietscrossed. En ik heb nooit gedanst. Ik heb nooit een buikdanseres gezien. En ik zag een advertentie toen ik 16, 17 was. En daar stond buikdanseres, buikdansles. En toen dacht ik, dat ga ik doen. En ik ben gestopt met fietscross, de modder afgeveegd, glitters opgedaan. En ik ben één keer gegaan en ik dacht, nou, dit is zo mooi en zo vrouwelijk en zo zacht. En dat brengt zoveel plezier. Toen ben ik gaan buikdansen, van fietscross naar buikdans. Klinkt niet heel logisch en ik had ook eigenlijk geen reden om het te doen. Maar ik ben gegaan en ik was meteen verliefd. Dat is het. En nog steeds. Dus. Ja. Heb je nou het perfecte lijf en de perfecte omvang nodig om buikdans te kunnen worden? Nou, wat we eigenlijk juist merken is dat iedereen gewoon leert zijn lijf te accepteren. Als je ontdekt hoe leuk het is om te dansen en hoe fijn je lijf is en wat je er allemaal mee kunt doen en dat alles kan bewegen. Dat is zo'n plezier om je lijf te leren kennen en daarmee te dansen en daar gewoon plezier te hebben met vrouwen. Dat is zo fijn en niemand is bezig met zijn figuur en niemand is bezig met hoe het eruit moet zien. Iedereen is gewoon blij dat ze bewegen, blij dat ze dansen. Ze krijgen juist, ik heb heel vaak dat juist dunnere dames in de les zeggen van, oh, had ik maar een buikje, dan kon ik er lekker mee wiebelen. Dus bij ons gaat het andersom. Ja. We hebben daar ook een filmpje van. Laten we daar even naar kijken. Ja. Dat is een grote groep van jou tijdens het Oriental Dance Event 2019. Ja. De Sword Dance. Kan jij iets vertellen over die dans die wij hier zien? Even kijken. Ja. Oh, dat is zwaarddans. Oh, dat is heel leuk. Dat was heel spannend, want we hadden eigenlijk dat net voor de voorstelling twee dames ziek waren. Dus dat betekende dat we alles moesten aanpassen. Dit is eigenlijk een fantasiedans. Dit is Oriëntaalse dans fusion. Dat betekent dat we eigenlijk gewoon een stukje folklore hebben gemixt met moderne dans. En vandaar dat we met die zwaarddans zijn gekomen. Dus de oorsprong daarvan is eigenlijk vechtsdans. En dat is eigenlijk ja, met moderne muziek en podium klaargemaakt tot een fusion. Oh, en mijn dames zijn allemaal prachtig. Zijn amateurdansers, hè? Ja. Zo leuk om te zien. We hebben ook echt alle leeftijden, alle maten, alle nationaliteiten. Alles zit in onze dansschool. En het is allemaal even mooi en prachtig. Het is ja, leuk om te zien. Is het zo dat je langer les hebt voor je dit kunt laten zien? Of is het zo dat je eigenlijk al vrij snel mee kunt doen aan optredens? Ik heb geen idee hoe moeilijk het is. Kijk, iedereen heeft meer of minder aanleg, maar in principe kun je het allemaal leren. Het is meer dat je leert te ontspannen met je lijf. Omdat je een soort van in de flow van een beweging, daarvoor moet je leren ontspannen. En je merkt dat vooral in deze landen, dat iedereen heel gespannen is en heel erg vanuit zijn hoofd leeft. Maar wat je leert is dansen vanuit je lijf met ontspanning. Nou, en op zich, de techniek is nog niet per se het moeilijkste, maar om dat met ontspanning te doen en dat het zacht en vrouwelijk is. Je moet gewoon weer eigenlijk leren hoe het is om ja, zacht en vrouwelijk te zijn. We hebben natuurlijk heel erg ons best gedaan om ons mannetjes te zijn. Maar eigenlijk zit er heel veel kracht in de vrouwelijkheid. En dat moet je bijna terugvinden. Dus het is niet per se de techniek die moeilijk is. Maar dat je leert genieten van dansen. En dat je plezier hebt van dansen. En dat je geen oordeel hebt. En dat je gewoon ja, blij bent dat je beweegt. En dat je
vrouwelijk en zachtheid durft te laten zien. Dat is veel moeilijker als de techniek. Oké, we gaan het straks zien met dans van Patricia. Ik dank jou heel hartelijk voor het gesprek. Dank je wel. Merrie. Ja, Caroline, dan komen we bij de hoofdgast. Dat mag jij zo meteen doen. Ja. Shella Meijers, jij bent verontschuldigd, want jij moet... Ik ga dansles geven. Jij gaat dansles geven. Ja, want anders zit alweer zonder dansdocent. Dat kan natuurlijk niet. Robin Orsel, van harte welkom. Ja, hoi. Inderdaad. Jij bent voor het publiek in Almere nauwelijks bekend, maar cultuurmakers in de stad kunnen maar moeilijk zonder jou. Welkom in het programma. We gaan een aantal facetten van jouw bijzondere talent vandaag in beeld brengen. Op dit moment ben jij actief in de nieuwe culturele broedplaats Creative Art Labs. Wat doe je daar? Op dit moment doe ik daar alleen communicatie. Ja. Maar Creative Art Labs is eigenlijk wel een beetje een platform waarbij jongeren naar ons kunnen toekomen. En wij faciliteren in evenementen. En ik help ook, breng daar ook met mijn kennis aan de jongeren over. En zo komt iemand, ik wil een comedyavond. Oké, ik doe sowieso de communicatie, maar ik ga ook wel helpen met hoe kan je daar nog vorm geven en inhoud aangeven en inhoud dat aangeven soort dingen enzovoort. Meer. En zelf ga ik binnenkort een workshop geven. Dus, nou is dit meteen overgaan. Een goed voorbeeld van. Ik breek even in, want nou zie ik die hele mooie dingetjes op tafel staan. Hè? Ja, dat is een goed bruggetje, want ik ga dus een workshop geven in boetseren. In drie verschillende zondagen. En ik maak dus onder andere ook boetseerwerk. Maar dit is niet zomaar boetseerwerk. Dit zijn kleine draakjes, volgens mij. Heel erg mooi. En nou zie ik... Is dat nou een draakje wat al helemaal af is, geglazuurd en afgebakken? En dit is nog één die nog geglazuurd moet worden? Kun je er wat over vertellen? Het is zelfdrogend klei. Dus ik gebruik geen keramisch klei. Dus je hoeft het niet te bakken? Je hoeft het niet te bakken, het droogt vanzelf. Het is een beetje opschuren en daarna schilderen. Maar ja, wat ik heel vaak doe is, als ik met zo'n project dacht... Oké, ik wil iets maken, iets fantasierijks, maar ik wist nog niet wat... En dan ga ik gewoon op internet zoeken en dan begin dat begint ik... dan ook echt bij zo schetsen? Ja. Ik weet nog niet wat. Nee, ik weet ook echt niet wat. Moet ik zeggen dat eigenlijk, ik ging door de winkel heen lopen en toen kwam ik een vaasje tegen. Ja. En toen dacht ik, dat lijkt op een ei. Ik wil iets met een draak en een ei. En dan ga ik schetsen en dan gewoon even een beetje plaatjes van internet ernaast houden. Ik wil zo'n structuur hebben en ik wil zo'n soort ei hebben. En dan begin ik maar. En maak je ze ook heel groot? Ik heb soms ook wel grote dingen gemaakt voor andere evenementen. Maar niet van klei, maar van peurschuim en hout en grote sculpturen. En ook maskers. Er ligt er dan eentje bij voor Halloween. Nu vind ik het heel klein werk leuk. Binnenkort misschien iets van een kandelaartje. En ik hou gewoon heel erg van de fantasiewereld. Om daar iets van vorm te geven. En ik vind het leukst om iets te boetseren wat daarna ook nog nut heeft. Dus hier kan je gewoon water in doen en één roosje erin en dan is het af. Dat vind ik het leukst. Dus. En daarin dus binnenkort workshops? Ja. Wat ga je nog meer doen dit jaar? Dit jaar staat op de planning nog Sound of Songs Festival. Ja. Die is, als het goed is, in augustus. Dus de derde editie alweer. Samen met Gitta de Ridder. Ja. En voor de rest kijk ik altijd wat er op mijn pad komt. Ik heb vorig jaar, voorheen gewerkt voor BG 2024. Ja. Heb ik evenementen georganiseerd en onder Wilde Schrijvers. Waarin een band in één uur tijd een nummer gaat schrijven. Ja. Ik maak me eigenlijk gewoon hard voor jonge organisaties die evenementen organiseren. En die workshop die je nou gaat doen, voor wie is die toegankelijk? En wanneer geef je hem en wat kost het? Kost €7,50 per workshop. Dus het zijn drie zondagen. De laatste twee zondagen van maart en de eerste van april. En waar? In de Creative Art Labs. In de Bivak in Almere Haven.
En, dat is het eerste monument van Almere, hè? Dat bivak, het oude blauwe politiebureau. Ja, ja, daar is het Creative Lard Apps. Ja, en hoe heet het? Elke workshop kost 7,50. Maar als je zeker weet dat je ze alle drie wil volgen, want elke drie heeft wel een andere inhoud, dan kan je voor 18 euro alles. Is het voor kinderen of is het voor volwassenen of voor beide? Ik zeg wel, ja, ik wil wel zeggen voor kinderen, maar ik denk dat als je dat bij elkaar zet, dat natuurlijk het niveauverschil heel hoog is. Dus ik kijk gewoon wat erop afkomt. Als er heel veel kinderen op afkomen, vind ik het prima om een kinderworkshop te geven. Als er iets meer volwassenen op afkomen, dan ligt het niveau iets hoger. En, waar kunnen mensen zich melden? Want via de vol is vol. Via een Facebookpagina van Creative Art Labs, daar staat een evenement online en daar kunnen ze via een aanmeldformulier zich aanmelden. Creative Art Labs. Creative Art Labs Almere. Almere. Ja. Daar ben jij te vinden. Kunnen ze zich inschrijven voor de workshop? Ja. Noem nog even de data. Laatste vrijdag. Ja, laatste twee zondagen van maart. Zondag, ja. En eerste zondag van april. Fantastisch. We komen zo nog even terug op andere activiteiten. Ja. Maar nu eerst ga ik vertrekken, ja, zie ik. Ja, Carolien. Mag ik jou vragen alvast naar het publiek te gaan? Want daar wacht zo dadelijk een verrassing. Oké. Okay. Daar gaat Carolien. Stadsrapper. Ja. Ik zei net Dirk Ries, maar jij verbeterde mij meteen, want jij zei Ja, de voormalige rapnaam, die ik ook nog steeds toepas, is DRT. En dat is natuurlijk ook de naam die ik had toen ik stadsrapper werd. Ja. En de laatste jaren ben ik gewoon allemaal wat milder geworden en wilde ik wat menselijker worden. Dus toen noemde ik mezelf gewoon Dirk. Okay. Wat even staat voor denkstof in rijmkunst. Dus het is nog steeds een artiestennaam. Kijk, dat bedoel ik. Denkstof in rijmvorm. Rijmkunst. De rijmkunst. Ja. Oké, okay, helemaal duidelijk. En naast jou zit Joost van der Akker, bassist van de band In het Veld. Jullie hebben samen met de band van Carolien een EP gemaakt. Een EP gemaakt. Ja. Nou, meen ik mij toch te herinneren dat de band In het Veld meer van de kleinkunst is. Dus hoe komen jullie er nou bij? Hoe raakt een rapper verzeild in de kleinkunst en de kleinkunst verzeild in de hip-hop? We hadden elkaar even geleend. Dus ik geloof dat ik iets had meegerapt met ze. En ik had accordeonspel opgenomen in de studio van Caroline. En Johan kwam ook wat gitaarspel spelen. En we hadden best wel een leuke chemie als groep. Dus ik denk dat een liedje deed ons tekort. Dus toen hebben we toch maar besloten, laten we maar een EP doen. En ook natuurlijk optreden straks met die EP. Oké, want waar gaan jullie optreden? We hebben een toertje uitstaan en de kick-off is in de Agora in Lelystad op 13 maart. En de rest van de optredens, die gaan in principe door het hele land heen, maar dat kan je vinden via onze socials van In het Veld, Caroline In het Veld. En dan even opzoeken en dan zie je waar we staan. Helemaal goed. Ja, want ik dacht natuurlijk eventjes, ze zijn alle twee helemaal de kluts kwijt. Ja. Laat dat nou ook jullie titelsong zijn. Van? De titelsong van onze single. Dat is de single die vandaag is uitgekomen. Eigenlijk. Ja. De kluts kwijt gaat een beetje over de mensheid die allerlei dingen ontdekt over de eeuwen heen. En nog steeds niet helemaal precies weten hoe we dat allemaal moeten oplossen met z'n allen. Dus jullie waren niet de kluts kwijt. Het wordt wat breder getrokken. Ja, inderdaad, het heeft geen betrekking op ons, maar meer op de mensheid inderdaad. Wat we wel proberen is om met In het Veld brug te slaan. Ja. Outreach te doen naar dingen die we niet kennen. Rap kennen we niet. Dirk kent de kleinkunst niet. Dus dat is inderdaad een hele mooie match. Ja. Dus het was een mooie crossover. Mooie crossover. En dat gaat ook verder. Want inderdaad, 13 maart is dan zeg maar de première van de EP. Ja. Maar er zit nog wel wat aan vast. De Art Labs, waar Dirk en Carolien het voortouw in nemen. Een outreach naar jongeren. Op verschillende plekken in Nederland, kleinkunst, maar ook rap, ook breakdance, graffiti, dans, beatbox. DJ'en. Oké. Okay. En eigenlijk zit er een beetje competitie in vast, toch? Ja, wat we proberen te doen is, we gaan sowieso een uitwisseling neerzetten met deelnemers binnen de regio's. Ja. Dus je hebt misschien mensen van Lelystad, die gaan naar Utrecht of weet je wel, naar Nijmegen, whatever. Alles waar we naartoe willen, proberen we mensen met elkaar uit te wisselen. En de beste acts die daaruit voortkomen, na de workshops dus. Ja. Die kunnen ook in ons voorprogramma meespelen op de locaties waar we naartoe gaan. Oké. Okay. Zo betrekken we ze echt bij het En wie zitten er in de jury? Oeh, goede vraag. We gaan inderdaad ons eigen vlees keuren. We gaan het ze eerst leren en daarna gaan wij bepalen
misschien ook in overeenstemming met de deelnemers natuurlijk. Van, willen jullie optreden of vonden jullie het alleen leuk om de workshop te volgen? Ja. Ik denk dat is belangrijk. Ja, oké. Nee, dat is duidelijk. Zeg, jullie gaan zo meteen die single spelen en zingen. Ja. Maar Dirk, als jij nog heel even wil blijven zitten. Ja, dan ga Joost, als jij je nou vast je bas wil gaan omhangen. Ja. Want dan kunnen jullie zo van plek. Okay. Ja, zie je zo. Dirk, wat ik heb begrepen. Jij bent nog met andere projecten bezig ook. En ja. Een van die projecten, dat is het Improversum, zeg ik het goed? Correct. Wat is dat? Het is dus eigenlijk een universum gebaseerd op improvisatie. Ja. Iets wat wij op de plek realiseren waar je misschien niet verwacht. Hier? Bijvoorbeeld. Kijk, je hebt waarschijnlijk wel eens gehoord van freestylen. Ja, ja. En het freestylen, voor de mensen die het nog niet kennen, is dus het geïmproviseerde rappen. Rappers beginnen te rappen, er is nog geen tekst, het ontstaat gaandeweg. En in Nederland is er eigenlijk nog nooit een audio-release van gemaakt. En wij hebben met een groep gerenommeerde freestyle-artiesten hebben wij een album uitgebracht op 18 januari, ja. Genaamd Ongeschreven Regels, ja. Omdat we niks hebben geschreven. En dat kun je dus vinden op streamingskanalen onder de naam Improversum. Improversum, ja, mooie naam. Ja, ik ben er een lid van, maar het is niet per se mijn project. Ik heb natuurlijk ook nog solo-materiaal en dat ga je binnenkort ook vinden onder de naam Marinade. Marinade, ja, Improversum, allemaal onthouden. Ja. Marinade, en dan, Improversum. En mijn solo-werk kun je dus nog wel vinden onder de naam MCDRT. MCDRT, ja. Improversum, Marinade. Even goed onthouden. Dirk, ja. Ik heb hier een microfoon, ja. Maar ik heb ook een klok en die hou ik in de gaten. Cool. Voor jou. Gaaf. Ga erbij staan. Yo. Improversum. Ja. En dan? Sorry, en dan? Ik heb een beatboxer. Een beatboxer. Okay. En dat is Mystery Man. Dat is een freestyler die al heel lang met me meedraait. Natuurlijk een shout-out naar iedereen die heeft meegerapt op het album Ongeschreven Regels. En naar de band In het Veld, waar we zo nog een live liedje mee gaan doen. Maar ik wilde jullie in ieder geval even een klein beetje de sfeer laten proeven van een freestyle. Ik ga het kort houden. Tuurlijk. En we willen ook nog even een shout-out geven aan de fondsen die het voor ons mogelijk hebben gemaakt om deze EP te maken en uit te brengen en straks mee op tour te gaan. Welke fondsen het hebben gedaan, kan je bij de credits vinden. Maar in het bijzonder, Jan Melle. Yep. Dit is voor mij ook al prettig, weet je wel. Ik heb gewoon altijd een portable drumstel. Ja, check it out. Oké dan. En dat is mijn eerste zin. Een portable drumstel. Je denkt hij heeft geen rijms. Hè? Wacht, het lukt wel. Het gaat vanzelf. Ik schud het uit de mouw. Ik rap al 20 jaar. Almere, bedankt dat jullie het met me uithouden. We lijken getrouwd, maar dit hier is niet het stadhuis. Het heeft wel een trap alsof het lijkt daar langs thuis of waar je loopt. Maar we zijn niet op feestje. We zijn een feestje aan het maken en freestyles aan het geven. Dat is het leuke. Het mompelen. Het roddelen. Het kleine woord verder verspreiden. Niet iets ronselen, maar wel praten over die ondergrondse dingen die je vaker hebt meegemaakt. Fijn dat ik hier vanavond aan tafel op twee praat over Improversum, over mijn nieuwe releases met In het Veld en DRT positief ingesteld. Waar je hem vindt, al ben ik kruidig en pissig, we houden het gezellig, ik ben niet altijd giftig. Word up, Mystery Man. Mijn naam is DRT, thanks for having us. Dankjewel voor deze fantastische introductie. Maar nou willen we ook echt weten, wanneer kunnen wij Improversum in Almere zien? 25 april in De Meester. Oké, okay. Met Def P, met Dirk, ben jij er ook? Misschien. Oké, okay. Dankjewel. Naast jou, Asjen van Dijk, voorzitter van Stichting Inner Circle. Dat project met Dirk, dat is door jullie mogelijk gemaakt. Waarom doet de stichting dat? Maar de stichting doet dat omdat cultuur voor iedereen bereikbaar moet zijn in Almere en ook op de andere plaatsen waar we straks terecht zullen komen. Utrecht, Apeldoorn en Lelystad. In Lelystad start het project, is net aan tafel ook al toegelicht. Ja. En wij hebben de gelden gegenereerd met ondersteuning van allerlei fondsen en we gaan binnenkort van start. En het is belangrijk dat we dus allerlei partijen die normaliter niet zo in beeld komen bij cultuurontwikkeling. Dat via onze stichting wel lukt. Dus we zijn op de goede weg, denken we. En wat mogen we komend jaar nog meer van Stichting Inner Circle verwachten? Ja, een ander belangrijk project is de Walk of Peace. Die is vorig jaar 2019 uitgevoerd door met name het Leger des Heils. Ja, liep in Almere Stad toen, hè? Het liep in Almere Stad, dat gaan we nu in buiten doen. En dan zijn we nu druk bezig met de voorbereidingen. Het is een heel mooi project waarin we zo'n 200 mensen op de been zullen krijgen. Is onze verwachting. Die dan een dag uitdragen dat vrede een heel belangrijk item is. In een omgeving waar toch steeds meer polarisatie plaatsvindt. En we denken dat dit een soort tegengeluid kan en moet zijn. En dat willen we ook
in de toekomst ook structureel in Almere blijven doen. En dat is dus ook een wandeling met steeds stops tussendoor, met culturele evenementen waar je aan deel kunt nemen. Ja, er zijn ook inderdaad, onderweg is er muziek, onderweg is er zang. Onderweg zorgen we ook dat mensen op een leuke manier ook een aantal leuke dingen kunnen doen, zoals we dat vorig jaar in stad ook deden. Ja. En allerlei maatschappelijk betrokken organisaties zijn daar ook bij betrokken en zullen ook weer meedoen dit jaar. Veel succes, dankjewel. Dankjewel. Berdien, terug naar jou. Ja, fantastisch optreden van Dirk Ries. Maar Robin Orsel zit ook nog steeds aan onze tafel. Robin, jij bent niet alleen heel kundig met keramiek, maar je doet ook van alles met grote evenementen. Ja. Vertel eens. Zoals ik net zei, ik maak me eigenlijk gewoon hard voor de organisaties die... Broke as Millionaires. Broke as Millionaires. Dus wat is dat? Dat is een bedrijf die eigenlijk, of een organisatie die eigenlijk gewoon laat zien dat je met tweedehands kleding er ook gewoon heel chic uit kan zien. Tweedehands kleding. Zoals eigenlijk de naam al zegt, Broke as Millionaires. As Millionaires. En daar hebben jullie een modeshow mee georganiseerd. Ja, het is niet van mij. Ik heb hun gewoon geholpen. Zij hebben tijdens het goed... Hoe heette dat evenement? Skeren kleren in Almere. Gaan we even naar kijken. Broke as Millionaire met skeren kleren. Waar Robin Orsel, onze gast aan tafel, aan heeft meegewerkt. Inmiddels staat de band in het veld samen met Dirk Ries opgesteld in onze arena. En zij brengen hun nieuwe single die vandaag is uitgekomen. We zijn de kluts kwijt. Uw applaus. Yes. Vanavond. Goedenavond Almere. Tafel op 2. Mijn naam is MC DRT. En ik ben hier vanavond samen met In het Veld. We hebben een single uit en die heet Kluts kwijt. Ik ga me vanavond voor jullie doen. Ja. Volgens de kerk zijn we 6000 jaar oud. Ga met een stam praten als je van mooie verhalen houdt. Volgens Sumeriërs heeft ons bestaan te maken met goud dat we delven voor de makers die de aarde aanschouwen. Is het Gods wil? Waarom gaat het dan fout? En zijn we constant aan het strijden? Wat we eisen laat hem koud. Apen krijzen en krijgen het Spaans benauwd. Terwijl we de laatste tijgers wegjagen uit het woud. Zolang we kapitaliseren en betalen in bloedgeld. Is voor machtsverdeling kerk en staat nog een goed stel. Moderne slaven, mijn wekker gaat en ik moet wel. Wordt op de voet gevolgd met mijn telefoon als koebel. Er liggen rotsformaties gebaseerd op constellaties. Piramides uitgemeten ver voor onze observaties. Soms is het alsof we denken dat deze planeet van ons is. Terwijl hierna de mensheid alsnog een stukje grond ligt. Stormen zullen razen, kogels zullen vliegen. Mensen blijven vluchten en hun woningen verliezen. Zeeën overstromen, nog meer bossen zullen branden. Dieren sterven uit, we hebben ons lot niet meer in handen. We zijn de kleur. Thank you.
bewoners en vrouwen ondergeschikt. Aan mannen verdeeldheid is koud en een donker begrip. Je dagen grauw, zo wordt het een sombere rit. Separatie is fout en blijft als je het volgende slikt. We hebben kapitalisten versus milieuactivisten. De rechtse, de linkse, de christenen versus de atheïsten. De vleeseters versus de veganisten. Of radicale terroristen versus alle realisten. Tot een wervel wint straks een eind aan het gezanik maakt. Vechten wij om wie de laatste olie uit de aarde haalt. Mensenlevens op het spel. Sinds de duivel geld heeft aangeraakt draaien we overuren. Als het maar een knaak betaalt. Families lieten alles achter in geval van nood. En zo hervormen samenstellingen tot het is afgelopen. We zijn divers tot dat dijken doorbreken. Want dan zullen we synchroon verdrinken. Bewijzen van spreken. Stormen zullen razen. Kogels zullen vliegen. Mensen blijven vluchten en hun woningen verliezen. Zeeën overstromen, nog meer bossen zullen branden. Dieren sterven uit, we hebben ons lot niet meer in handen. We zijn de kluts kwijt. Deze wereld is geen fabriek. Maar als ik terugkijk, is iedereen een klein beetje ziek. Hey, yo. We zijn de voorbeelden noemen van waar het fout gaat. Maar als je kijkt naar het grote geheel, kun je ook zien dat het eigenlijk in de structuren zit van wat niet goed gaat. Het is altijd makkelijk om met de vinger te wijzen en zeggen dit kan beter, dat kan beter. Maar als je kijkt naar de tijdsgeest van waar de mensheid nu in zit, denk ik dat het belangrijk is dat we bepaalde taboes uit de weg gaan. Er gewoon over gaan praten zonder te zeggen dit is rechts, dat is links. Dit is wel geld waard, dit is geen geld waard. De planeet is sowieso aan het veranderen. Kijk daarnaar. We zijn de kluts kwijt. Deze wereld is geen fabriek. Maar als ik terugkijk, is iedereen een klein beetje ziek. Fantastisch optreden van de band in het veld. Samen met rapper, stadsrapper, Almeerse stadsrapper Dirk Ries. Dank jullie wel. En we hadden net een bijzondere ontmoeting aan deze tafel. Met Sheila Meijers, docente etnische dans. En zij heeft een van haar leerlingen gevraagd, Patricia Bellydance, om hier op te treden. Dus terug naar de arena, naar Patricia Bellydance.
was Patricia Bellydance met een bijzonder mooi optreden. Caroline, terug aan tafel. Ja, maar ja, daar zit het er wel op. Het zit er ook wel meteen op. Volg ons op de Facebookpagina van Kijk Almere met de backstage vlog van Hans Bosklopper. Die wil je niet missen. In maart kunt u weer kijken naar een nieuwe tafel op 2, Kunst en Cultuur TV. Dan hebben we onder andere songwriter Daniel van der Zee als gast. Ja. En iedere vrijdag kunt u bovendien luisteren tussen 7 en 9 naar de tafel op 2 live Kunst en Cultuur op Radio EasyFM. Wij danken Robin, MCDRT en collega's Shaila Meijers, Patricia Huisman, Bob van der Hoven. Wilt u een uitzending bijwonen hier in het WTC, dan bent u uiteraard van harte welkom. En via social media houden we u op de hoogte van de volgende opnamedatum. Bedankt voor het kijken. En Bernien, ik vond het hartstikke leuk met jou deze keer. Geweldig. Dankjewel.